Hans, 30 jaar kerststal in Eersel. Wat kun je erover vertellen? Ja, wat heb ik erover te vertellen? Dat het 30 jaar geleden begon met dankzij een aantal vrienden die er een traditie van wilden maken. En in 1997 hebben we er een stichting van gemaakt om er wat meer continuïteit in te brengen. En het is een groep enthousiaste mensen die weliswaar steeds een jaar ouder geworden is, maar het nog met veel plezier doet. En we hebben er ook wat jongere krachten bij gekregen. En zo hebben we bijvoorbeeld de laatste 2 jaar heel hard aan het onderhoud van de stal en dan ook nu aan de uitbreiding met een drie koningengroep kunnen breien. Allereerst moet het kindje in de kribbe. Daar zal onze secretaris Leo voor zorgen met zijn kleinzoon Tijn, die al zorgend met het kindje in zijn handen staat. Hey. We leven nog mooi erin. Nou. Tijd voor de openingshandeling. Tine en Mieke, mag ik jullie vragen om te zorgen dat de drie koningen zichtbaar worden. Kerststal is ieder jaar iets dat onlosmakelijk met de viering van het kerstfeest verbonden is. We vieren dat het kindje Jezus geboren is in Bethlehem. En daar hoort de kerststal bij. En de boodschap van dit alles is eigenlijk dat dat kindje Jezus er is voor alle mensen. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, of je nou rijk bent of arm, heel goed kunt leren of maar heel eenvoudig en gewoon bent. Dit kindje is er voor iedereen. Het is een heel mooi gebruik dat we hier gewoon bij elkaar rond de kerststal staan. Ik hoop dat we dit gebruik ontzettend in ere gaan houden in de toekomst. En daarom vinden wij het als gemeentebestuur ook zo mooi dat het initiatief genomen is om de stal nog groter te maken. Om de koningen hier ook een plaats te geven. En ik denk dat welk geloof je ook hebt en waar je ook vandaan komt, dat gewoon met elkaar naar zo'n stal kijken en het verhaal vertellen wat erbij hoort, dat dat iets is wat we in ere moeten houden. Dat dat juist is wat ons onze identiteit geeft. En dat dat ook gewoon de geborgenheid is die we met elkaar moeten blijven koesteren. Juist met kerstmis. Mieke en Tineke, we hebben zojuist gezien dat de drie koningen onthuld zijn. Hoe is dit tot stand gekomen? Vanwege het 30-jarig bestaan van de kerststal is het idee geboren om drie koningen toe te voegen. Mieke en ik zijn daarvoor benaderd of wij daar onze medewerking aan wilden verlenen. En dankzij het museum De Acht Zaligheden, waar wij 3 etalagepoppen konden krijgen, is dit het resultaat geworden. Tineke en ik hebben dit met liefde en plezier gedaan. We hebben het ontzettend leuk gevonden om 3 etalagepoppen om te bouwen tot deze 3 koningen. Dankzij een aantal sponsors is dit aardig gelukt. Heel fijn dat het zo is gegaan.